Sonnendwijn, een dag nadat jij geblesseerd afhaakt van het veld bij Oranje. Je ging gisteren geblesseerd naar de kant, tranen in de ogen. Hoe is jouw nacht geweest? Ja, ik heb niet heel lekker geslapen. Dat mogen duidelijk zijn. Op het moment dat het gebeurde, wist ik eigenlijk al wel dat het voor mij klaar was. Dus vandaar ook de tranen. Niet zozeer vanwege de hevige pijn, maar meer dat het besef vrij snel binnenkwam van dit is niet helemaal goed. Wat het precies is, dat zal morgen moeten blijken uit MRI. Een verrekking of een scheurtje. Maar in ieder geval te kort dag om nog mogelijk drie potten te spelen in 4-5 dagen. Ja, terug naar dat moment. Hè. We zagen het vanaf de tribune. Je ging naar het veld toe. Op de schermen was te zien hè, direct die pijn. Ja, wat gebeurde daar? Ja, een Canadees voor me kreeg de bal. Dus ik stap naar voren om hem af te pakken. Maar ik krijg daardoor een acuut moment waardoor ik stop. En volledig mijn rechter hamstring overstrek. En ja, op dat moment voelde ik een soort van pang. In ieder geval een acuut moment. Wat je doorgaans niet voelt. We hebben allemaal zoveel uren trainingen, wedstrijden meegemaakt dat je lichaam goed genoeg kent. En dit was iets anders. Dus vandaar dat het besef ook gelijk binnenkwam. Ik kan gek lopen. Zondag kom je aan en vandaag zit jij bij de wedstrijdselectie. Hoe gek is dat voor jou? Dat is apart, ja. Ergens hou je er ook wel rekening mee. Ik denk dat je hier naartoe komt ook met een reden. Dat als er iets gebeurt, moet je klaar voor zijn. Dus ik ben er zeker klaar voor. Natuurlijk is het wel een rare situatie. Ik zie je, wat ook bij deze rol past, iemand anders zijn dood is jouw brood, zeg maar. Of iemand anders ongeluk wordt jouw geluk. En dat is wel moeilijk om te accepteren, zeg maar, voor die andere persoon. Maar ja, hiervoor ben ik gekomen. En het is heel zuur voor Sunny en we zijn er allemaal voor hem. Maar ik moet vooral zorgen zelf dat ik er voor hem sta, zeg maar, voor het team. Gisteren dan dat moment, hij gaat naar de grond, de mensen thuis voor de televisie zagen het niet goed in. Op de perstribune zag het er niet goed uit. We dachten allemaal, nou, dit kan wel eens einde toernooi zijn. Wat dacht jij? De eerste gedachte die door je hoofd gaat is vooral hoe is het met Sunny. Het is een belangrijke pion in ons team, net als iedere speler bij ons een belangrijke pion in het team is. En eerst gaat je gedachte uit naar hem natuurlijk. Ik bedoel, we zijn een hechte groep en kijk, zou Liga natuurlijk niet om mijn hoofd zou gaan van oeh, weet je wel, misschien is dit wel, moet ik gaan staan straks. Maar de eerste gedachte gaat natuurlijk uit naar Sunny. Ja, dan terug naar het hotel die nacht in. Hoe was die nacht voor jou? Met veel pijn geslapen of wakker gelegen? Of? Ja, heel veel zitten malen in je hoofd. Je gaat alle scenario's af van wat had ik beter kunnen doen? Had ik het kunnen signaleren, dit en dat? Heel veel malen, daardoor niet lekker geslapen. Verder, je been stijft wat op. Er is wat medische zorg geweest. En vanochtend weer met het goede been uit bed gestapt. En positief en op naar morgen voor de jongens in het India. Ja, vanmorgen kwam het officiële bericht naar buiten. Had je vanmorgen toch nog hoop en na een nacht van nou, misschien valt het mee? Of? Ja, om heel eerlijk te zijn, nee, niet. Ik wist het zelf gisteren al. Maar vanochtend is inderdaad de definitieve knoop doorgehakt voor de jongens. En is na het ontbijt ook verteld dat Joep mijn plek inneemt. En die gaat het gewoon fantastisch doen. Daar twijfelen we allemaal niet aan. Dus voor wat ik zei, voor mij eindigt het toernooi hier. Maar wij zijn nog niet klaar. Schrijft het moment is dat je het horen krijgt. Nou, je zit erbij. Aan Sunny te zien zag het er dus op het veld dan niet heel goed uit. Dat was wel vrij snel duidelijk. Maar in het hotel kwam Max naar me toe. Met de vraag, best veel gebasketbald hier, of ik wil gaan basketballen voor een keer. Nou, de keuze was vrij snel gemaakt. En dat werd dus hockey en toen moest ik er rekening mee houden gisteravond al dat ik kon gaan spelen. En dat werd vanochtend bevestigd. We zijn nu in de kwartfinale beland en Nederland gaat het opnemen tegen India. Ik neem aan dat jij blijft bij de groep nu? Ja, zeker. Nee, bestaat voor mij ook geen twijfel over. We zijn hier al lang, het is nog maar 5 dagen. Met 3 potten. En ik kan nog steeds mijn input leveren op mijn vlak waar ik goed in ben aan de jongens. En dat zal ik blijven doen. En op die manier naast het veld mijn steentje proberen te bij te dragen. En wat is de rol die jij dan nu een beetje naar je toe kan trekken? Ja, voornamelijk op tactisch vlak. Corners, vrije slagen, standaard situaties. En gewoon het spelplan waar ik me altijd wel mee bezig hou. Dus dat zal ik ook blijven doen. Het was een wedstrijd voor de boeg. Kwartfinale tegen gastland India. Jij hebt in 2015 ook al eens een keer tegen India gespeeld. Met het grote Oranje, toen in Raipur. Ja, wat was dat dan voor wedstrijd, Joep? Ja, dat was mijn debuut. Mijn debuut in India was, voor Nederland zelf, was ook in India tegen Duitsland. Dat was in Raipur inderdaad. En ik heb ook tegen India gespeeld. Toen speelden we 5-5. Verloren op shootouts. Dus hopen dat die nu wel goed valt. Daar ga ik wel vanuit. Dat was een heel bijzondere ervaring. En dat Raipur was net een iets kleiner stadion dan dit. Het is allemaal net wat groter, net wat mooier. En het is een WK, zo mag ik wel.
Maar ja, heel bijzonder. En ik denk dat ik me geen mooiere wedstrijd kan bedenken om er meteen maar in te vallen. En ja, ik heb vooral heel veel zin in. En ja, ik was er, Terrence zei tegen mij, je was er 7 weken geleden al klaar voor toen de selectie bekend werd gemaakt. Dus dat ben je nu ook. Dus zo sta ik er ook in. En ik heb er vooral heel veel zin in. Succes, morgen. Dankjewel. Ready? Go!